Good morning people, vandaag ben ik hier met Nicole en met Mike. Jullie hebben ze waarschijnlijk al vaker gezien op dit kanaal. Het is namelijk mijn vriendin en de jongen. Mijn vriendin. Nee. Vandaag ga ik iets heel bijzonders met ze doen. We gaan namelijk de ultieme relatietest doen. Welke van deze twee personen hebben de beste relatie met mij? En de verliezer, die zet een tattoo. En wat die tattoo gaat worden, wordt volledig bepaald door jullie. Plaats een comment met een geweldig idee. En de comment met de meeste likes wordt als tattoo gezet bij de verliezer in een van de volgende video's. Wie dat gaat zijn? Ik wil even bijzeggen dat ik hier niet mee had ingestemd toen ik hier aan begon. Nee, ja goed, je bent gewoon overgehaald. Maar dat heb je wel eens. Ik ben ook overgehaald om met jou deze relatie aan te gaan. Ik ken Nicole nu zo'n... hoeveel jaartjes zullen het zijn? 7! Hoe lang kennen wij elkaar nou? Nou, ik doe maar keer 2. 14? Wauw. Mocht je nou eens zo kijken, denk ik, ik moet nog even abonneren, even liken, doe ik al die zooi even. Maar goed. Ik weet je wat je ook best kan doen? Nou? Mij volg op in. Oké, let's go. Warming up vraag. Op welke datum ben ik geboren? Nee, maar dit weten we allebei. Nou... Ik denk dat hier iemand een klein probleempje hebt. Ik heb een beetje kleine schepen. Oh, ja, ik heb een probleem, hè? Ik zie hier in mijn linkerkant dat je nog één ding mist. Dit was echt de makkelijkste vraag. Niet zeggen. Wat dan? Ik zeg dat hij één ding mist. Ja. De dag dat ik jarig ben. Ja, dat is hij. Warming up vraag. Ja, dit is echt heel vervelend. Waarom? Ik ga voor 19. Oh, oh kut. 28 februari. Ja, dat was, mijn tweede optie. Hoe weet jij dat niet? Dit datum boeit me echt geen ene fuck gewoon. Het staat 1-0 voor Nicole. Bij de volgende vraag is degene die het snelste antwoord geeft de winnaar. Dan moet het wel het juiste antwoord zijn. Moet je opschrijven of zeggen? Je moet het zeggen. Hoeveel relaties heb ik gehad? 3. 4. Oh, vertellen. De winner is MVP! Hey, ja, nee, ik 4. Ja. Ja, ja, dat is prima. Maar Mike was er als het goed is ook bij. Dus ja, kijk, nou, ik was niet echt bij. Altijd een trio. Goed dat jij 4 zei, Mike. Als jij 5 zei, had hij ook gezegd 5. Ja, ja, 10 inderdaad. Het staat 1-1. Vraag nummer 3. Op welke leeftijd heb ik voor het eerste sexy time gehad? Hier was Mike ook bij. Weet je? Hier was ik bij, ja. Hier was nou ik ja, bij. Hier kom je wel trots aan mij vertellen dat het zo was. Ik weet het niet. Ik gok maar wat. Laat het antwoord maar zien in 3, 2, 1. Ja, ik was inderdaad 15 jaar. Voor de jongens en meisjes thuis, maakt niet uit hoe oud je bent. Of je nou 15, 16, 17, 18 of 33 bent en nog bij je ouders woont. Als jij gewoon nog niet klaar bent om jouw piemelores in het gaatje van iemand anders te stoppen. Of een piemelores in jouw gaatje te ontvangen, doe het gewoon niet. Of twee piemels tegen elkaar. Last waar ze kan dus meer ook zwaardvechten, dingen. Of, ja, dat is inderdaad, ik ben nu heel erg eentonig. Zwaardvechten, schade. Alles. Doe het wanneer je er klaar voor bent. 2-2. Wauw, spannend hoor. Netjes hoor. Netjes. Heb je ook een box? Nee man, ik ben hier de presentator. Vraag nummer 4. Als ik voor 1 uur 1 miljoen euro krijg, waar ga ik dan naartoe en wat koop ik dan? Degene met het beste antwoord wint. Voor 1 miljoen euro ga je naar een autowinkel, koop je een dikke Lamborghini moeders om voor de deur te zetten. Nee. Een uur is kort hè? Je hebt het nu al gezegd hè? Ja, maar dat is wel iets wat je binnen een uur haalbaar is. Dat is wel een heel simpel antwoord hè? Je hebt er niet echt goed over nagedacht. Jammer, want Mike is nu aan de beurt. Je gaat naar het WNF en je sponsort alles. Ja. Maar dat doet hij niet. Dat wat doet een hij niet. Prachtig mooi antwoord. Gewoon alles niet gebeuren. Je doneert nu ook. Nee, natuurlijk niet! Ik ga het punt ga ik voor mezelf houden. Ik vind deze antwoorden zo slecht. Wat zou jij dan doen met een miljoen in nou, tijd? Nou, kijk, het is heel makkelijk om te zeggen, omdat ik ooit eens heb gezegd, het lijkt me wel geinig om een oeris hier voor de deur te hebben staan, omdat dit gewoon een rijtjeshuis is. Ik denk dat ik in dit uur een video zou maken met die miljoen euro, waardoor het zo viral gaat, dat ik voor de rest van mijn leven video's kan maken door die video. Vraag nummer 5. Waar kan je mij 's nachts voor wakker maken? Dikke baap. 3, 2, 1. Sexy time. Spontaan op avontuur. Ja, nou, dat is sexy ja, maar kijk, time ook hoor. Ja, dat is ook een avontuur. Ja, maar jij bent bedoel, zo weer. Sexy je moet time. Wat meer diepzinnig. Ja, maar dat ben jij ben niet. Niet zo dat is bullshit. Ik ben niet zo oppervlakkig. Wedden als jij mij vannacht wakker maakt en zegt, zullen we? En dan zeg ik, nee, ik lig te slapen, rot op. Ik ga dit van in de comments laten weten of dit wel of niet. Ja, nee, ik geef het punt wel aan Mike. Woehoe! Veel leukere antwoord. Lekker op avontuur iets het doen. Het gaat niet om het leuke antwoord. Het gaat om wat jij zou weet je, goed dat vinden. Is, je doet zelf bij mensen ook iets wat je zelf ook leuk vind. Jij hebt dit ook gedaan met Jay. En dat vond ik wel. Ja, ze vond het zelf ook leuk. Ja. Dus dan is dat iets wat je graag zou willen. Sexy time vind ik ook leuk. Maar, nee, ik denk ik lig wel eens bij net te slapen. Abonneer voor 10 jaar geluk in je leven. Heel niet in het hoek te weten wat mijn technieken zijn om jou te bestuderen. We gaan naar vraag 6. Leuke vraag, want de vraag is namelijk, ben ik ooit in aanraking gekomen met de politie? In aanraking met de politie omdat je fout ergens? Ja, wel omdat ik gewoon biba boek ben.
Hey, niet spieken, vriend. Niet spieken, vriend. Jezus. Zijn vriend ook gelijk een boef? Ja, nou, draai maar om. Mike heeft nee, Nicole heeft ja, door rood licht rijden. Ja, ze heeft wel een punt. Ja, dat is wel. Maar het was wel rood, want het was niet echt rood. Maar vind ik het was donker oranje. Ik vind een verkeersovertreding niet echt in aardig. Ja, het was de politie. Ja, maar ik ben wel aangehouden op dat moment. Ze hebben mij aangeraakt. Ik vind het wel een hele suffer dan dat je bedenkt het er niet bij. Ze hebben met een glazen buis in mijn poepgat gekeken of er drugs in zat. Alles. Oké, okay, dan heb ik jouw punt. Hij krijgt gewoon een boete. Pak je punt maar, joh. Daarom, met boete. Dan is het? Ik heb ook een keer een boete gekregen. Nou, ik ben ook in aanraking gekomen met de politie. Ja, jij gewoon in aanraking moet komen met de politie van die lantaarnpalen die jij raakt. Dat betekent, jongens, dat het 4-4 staat en dat ik jullie ga matsen. Ik heb namelijk een vraag voor jullie. En als jullie allebei erover inkomen om hetzelfde antwoord te geven en dat ook nog eens goed is, dan ga ik een tattoo zetten van één van jullie comments. Dus heb je nog niks gecomment, laat het even weten in de comments wat ik dan op mijn lichaam moet zetten. Ja, of één van hun, als ze het fout hebben. Als wij het fout hebben, doe iets kleins. Als wij het goed hebben, maak iets raars. Dus ja, hij schoot de tribal over zijn hele voorhoofd. Wie is mijn celebrity crush? Dat mag Nederland zijn, Engeland, Amerika, Colombia. Ja, maar je hebt er meerdere. En voordat ik exposed word voor heel YouTube Nederland, laat ik Mike en Nicole gewoon even lekker zonder geluid discussiëren wie het gaat worden. En komen ze uiteindelijk op een antwoord terecht. Hey, oh, hoe heet ze ook weer? Puntje kop. Kop van David Dobrik. Ja, maar dat heb ik nog dat over gehoord. Nee, maar ik zal heel even voor jou gewoon even laten zien Corina. Wie het is. Wie denk jij dat dit is, Mike? Wie denk jij dat dit is? Oh, Jesus. Nou, dat kom er samen maar uit. Hoe Corina Kopp. Is zij mijn celebrity crush? Toch? Hij was goed. Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik had haar in mijn hoofd. Ik denk als jullie daar dadelijk opkomen. Ja, goed. Goed gespeeld. Mogen wij anders wel een plekje uitkiezen anders? Kom even erbij. Ja, dat wordt deze video niet gezet, maar dat komt in één van de volgende video's. Dus zorg dat je abonneert en op de hoogte blijft van wanneer die video geüpload wordt. Vond je deze video leuk? Geef me even een like. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei. Ho, ho. Wacht. Wat? Nee, we gaan jou niet volgen. Oh, nee, doe me lekker af maar. Nee.